gaan werken bij de gemeente Kundert, waar ik derde ambtenaar ter gemeentesecretaris werd. Derde ambtenaar. En dat baantje verplichtte mij om elke dag van 9 tot zo, tot 's avonds 5 of 6 uur daar te zitten. En dat heb ik 2,5 jaar volgehouden. Maar aanvankelijk ging ik met een bus naar Kundert. Maar op een duur werd dat, die bussen die gingen minder rijden. De benzine was ook moeilijk te krijgen. Dus toen zei de gemeentesecretaris, ja Frans, jongen, je zult toch, je moet hier in Kundert komen wonen. Dus ik moest naar de Wagenstraat in Kundert verhuizen. Ja, en er waren wel twee oude dames. Tenslotte heb ik toch gedacht, ik ga naar Nijmegen, punt. En met niemand anders trek ik me iets aan. Dus toen heb ik tegen de gemeentesecretaris gezegd dat ik wilde ophouden. En natuurlijk met enige verbazing dat gehoord, maar ja, ik zei, ja, ik wil het. En toen ben ik naar Nijmegen gegaan. En daar is het begonnen. Ja, ik heb ook te lijden gehad van wat de moffen allemaal gedaan hebben om ons in Duitsland te krijgen. En dan moest allemaal in een hele korte tijd moest je dan beslissen. Dus toen kwam er een bericht, een verordening van een besluit van Rauter, dat je moest melden bij een in Breda en op allerlei andere plaatsen. En dat heb ik toen ook gedaan. Ja, ik kon niet anders. Arbeid inzetten. Oma. In Overijssel. Daar heb ik een dag of drie in een tent moeten overnachten met een aantal andere studenten uit verschillende plaatsen in het land. Maar dat was best, was niet ongezellig hoor. We lagen naast elkaar in een kring. Dus een man of 15, 12 of zoiets. En s'nachts dan, dus allemaal zo, precies. Ja, we konden met elkaar praten. En, maar dat was een soort eenheid. Maar om de beurt moesten wij bij een Duitse man komen. Die selecteerde ons dan, hè. En wat hij toen precies vroeg, weet ik niet. Maar toen zei hij tenslotte, ja, zie varen naar Berlijn. Dus ik moest 2 dagen later moest ik in de trein gaan zitten en werd naar Berlijn gestuurd. Ja. En daar heb ik gezeten van mei 1943 was het, tot augustus. Er moesten schijven worden, die werden in een machine gezet. Ja, hoe het nou precies was, weet ik niet meer. Maar daar werd je dan in getraind. Ja, dat had ik dan gedaan, hè. Hielps boorwerksdreer. Ik kreeg eigenlijk klachten, gezondheidsklachten. Dus in het begin ging het nog wel. Maar na een week of 3, 4 kreeg ik het moeilijk. Ik kon haast niet lopen. Er waren allerlei dingen. Ik sliep slecht. En toen heb ik contact gekregen met een zenuwarts, een nervenartsteam. En daar ging ik dan naartoe. Ben ik een keer of 5, 6 geweest, denk ik. Aan de plaats. Ja, toen zag ik er ook zo slecht uit. Maar de nervenartsteam ook van dacht, ja jongen, die jongen die kan hier niet blijven. Dat kan niet. Dus toen kreeg ik van een ausweis dat ik het land uit mocht. Een soort wonder is het geweest hoor. Dus ik kwam thuis. Bij mijn ouders natuurlijk. Ja. En toen zei ik tegen mijn vader, ja, vader, ik weet niet goed wat ik nou ga doen.
Maar ja, de universiteit is gesloten. Daar kan ik niet terecht. En ja, wat ik verder moet doen, ik kan natuurlijk wel de boeken tevoorschijn halen die nodig zijn voor de universiteit. Dus zoiets heb ik toen met hem afgesproken.